Goedemorgen. Ik ben Ivo Ran. Ik ben hoofduitvoerder bij RH Marine. Ik werk nu 3 jaar, iets langer. Ik ben begonnen als uitvoerder en ben mogen doorgroeien. Mijn dagen zijn heel divers. Ik ga van de ene meeting naar de andere op de ene dag. En soms ben ik hele dagen overzichten aan het maken, mensen aan het aansturen. Sommige dagen ben je bezig om mensen in hun kracht te zetten. Soms hebben medewerkers het wat moeilijk. Wil je ze even aanhoren? Dan kun je ze aansturen. Andere mensen die willen weer graag ontwikkelen. Help je ze daarmee? Soms ben je vol bezig in de techniek. Ben je allerlei dingen aan het uitzoeken. Gesprekken met engineers. Hoe werkt iets nou daadwerkelijk? Soms ben je weer met in bedrijfstelling bezig. Het gaat van de ene kant naar de andere kant. Dat maakt het ook superleuk. De leuke dingen van mijn werk, dat is ook de diversiteit, omdat je met zoveel zaken te maken hebt, dan moet je heel snel schakelen. Ik vind dat heel erg prettig. Daarbij word ik ook heel vrijgelaten. Dat is ook het mooie van RH Marine. Op het moment dat er gezien wordt dat je dat kan, dan krijg je ook de vrijheid om jezelf te ontplooien, te ontwikkelen en om zaken vast te pakken, op te lossen. Het oplossen, dat is ook echt een dingetje wat ik heel erg leuk vind. Want in de jachtenbouw kom je regelmatig tegen allerlei uitdagingen aan te staan en zul je alle creativiteit moeten gebruiken om deze zaken op te lossen. Wat belangrijk is in mijn functie is dat je verschillende belangen kunt afwegen. De belangen van RH Marine, de belangen van de klant, de belangen van verschillende medewerkers, area managers. Je krijgt met zoveel verschillende mensen te maken dat je hele goede communicatieve vaardigheden nodig hebt en die ook blijft doorontwikkelen. Daardoor kom je scherper voor de dag bij de meetings en kun je ook beter de belangen behartigen van alle medewerkers en alle stakeholders. Wat ik leuk vind bij RH Marine is vooral de vrijheid in combinatie met de controle die er is. Ik heb bij verschillende bedrijven heb ik mogen werken om elektrische installaties te maken. De professionaliteit die ik bij RH Marine zie, die is echt van een veel hogere orde. Het cable management systeem dat wij hier hebben, dat geeft zoveel inzicht, zoveel vrijheid om te gaan werken. Dat is echt fantastisch. Dat maakt het leven gewoon een stuk prettiger, waardoor je meer tijd overhoudt om bezig te zijn met de mensen, mensen te ontwikkelen. En dat is ook gewoon belangrijk. En daarom voel ik me goed op mijn plek bij RH Marine. Wat ik heb meegenomen, dat is een mooi boekje. Ik noem dat mijn secundair geheugen. Het is namelijk zo, als je aan boord loopt van een schip dat 110 meter lang is en bestaat uit 144 ruimtes, zul je een hele hoop moeten onthouden wat er in al die ruimtes gaat gebeuren, wat je afspreekt, wat je moet doen, wat er geregeld moet worden. Nou kan ik best wel wat dingen onthouden. Mijn geheugensteuntje helpt me daar fantastisch bij. Voor in de toekomst zijn er ook nog genoeg groeimogelijkheden, ook voor mijzelf. Ik ben door mogen groeien van uitvoerder naar hoofduitvoerder. Maar als ik zo in deze functie blijf functioneren en de samenwerking die ik nu met de projectmanager heb, zie ik ook mezelf wellicht nog doorgroeien naar projectmanagement.